Dionne, jij zit de hele, beetje, de hele tijd al een beetje... Ah, och, kijk eens even. Jezus. Lekker zeg. Wat lekker. Jij zit de hele tijd al een beetje mysterieus te fnuiken. Te fnuiken. Want jij hebt daar een gast, maar die is er wel of niet. En jij wilde die dan zelf aankondigen en met showbiz en dingen. Ik dacht, ik wil eigenlijk van jullie leren hoe je DJ moet worden. Want dat is natuurlijk eigenlijk mijn grootste wens. Is dat zo? Ja. Oh, is dat echt zo? Ja, zeker. Waarom is dat zo? Ja, weet ik niet. Lijkt me leuk, deed ik vroeger altijd voor mezelf. Heb je wel eens radio gemaakt? Ja, vroeger dus. Ja, ja, ja. Maar lokale omroep dan of zo? Lokale omroep en toen naar de NCRV. Ja. En ik verlang daar naar terug. Nou, dan moet je nog één keer hardop zeggen en dan heb je volgende week een radioprogramma. Ik verlang daar naar terug. Dionne de Graaf wil graag radio maken. Tuurlijk. Ik denk dat je binnen nu en 20 minuten appjes hebt. Dat komt helemaal goed hoor. Maar ik dacht, misschien moet ik dan ook nog even laten zien... Ja, misschien kan ik het helemaal niet. Nee, overigens, wat ik meteen achteraan zeggen... dat het niet veel betekent dat je dat ook meteen kan. Maar het is wel degelijk een vakbarend van deze. Dat wou ik bizar, zeggen. Het is ongelooflijk. Maar als jij... je kunt in ieder geval goed praten, dat is fijn. Zal ik... Ga het proberen? Ja. Ik ga gewoon even iets proberen. Nou, let op. Door verhalen te vertellen, helpen wij elkaar. Dat is het motto van tv-icoon Wendy van Dijk. Met haar podcast Levensecht brengt ze verhalen van zieke kinderen aan het licht. Die podcast maakt ze samen met de organisatie Make-A-Wish... waar ze ook ambassadeur van is. Daarnaast is de SBS6-studio op dit moment haar tweede huis. En ze heeft ook nog tijd gevonden om langs te komen in haar derde huis. Dames en heren, hier is Wendy van Dijk. Wat leuk, hallo zeg. Hoi. Hoi. Hi. Welkom bij het Glazen Huis. Dankjewel. Ik ben Rob, dit is Barend. Hi. Hi Barend. Hi Wendy, aangenaam, hallo. Sophie ligt te slapen denk ik, want die moet ook straks weer. Ja, wat tuurlijk. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het met jullie? Hartstikke goed. Laatste loodjes. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We hebben net een stapje op met een halve glas karton erin of zo. Dat is echt verschrikkelijk. Waar heb je nou het meest trek in? Maakt niet uit. Jawel, okay. De hele week al gewoon exact hetzelfde. Echt gewoon vanaf maandag gewoon heel boerenkommetworst. Echt, ja? De hele week. Dat is ook gewoon een van de eerste dingen die we gaan doen morgen. Nou, ik dacht ik van, moet natuurlijk een koptelefoon op. Als ik in de... Ja, dan kun je... Anders hoor ik jullie niet. Ja, nee, precies. Ja, handen. Komt-ie aan, hoor. Wacht even. Barend zegt net dat hij zo lekker van sushi houdt. Ja. Ja. Nee, ik denk meer als ik een 1 voor de auto krijg, dan moet ik oppassen, zeg maar. Ja, precies. Op de terugweg. Oh. En een konijn ook. Ja. Nee, konijnen met kerstbaren. Oh, sorry. Excuus. Maar wat leuk jullie te zijn. En jullie gaan... Deelna, als jij graag radiopresentator wil worden, dan laat ik dit interview volledig aan jou. Nee, zo moeten we het niet doen. Oh, zo moeten we het niet doen. Nee, zo moeten we het niet doen. Dat wil ze niet. Nee, jawel, wil ik wel. Het is niet de bedoeling dat jullie achterover gaan zitten. Oh, nee, helemaal. Ik moet hier de technische helemaal begeleiden. Maar laten we dat wel even afspreken. Dionne, dat vind ik interessant. Wat vind je hier dan voor? Wat wil je voor muziekje? Wordt het een beetje spannend of een beetje luchtig? Of een beetje, want dat is eigenlijk de eerste waar je mee begint. Naast de inhoud maar, natuurlijk. Maar onder ons gesprek. Onder dit gesprekje. Wat wordt dat voor gesprekje? Qua sfeertje? Ja. Ja, jeetje. Beetje kabbelend. Kabbelend. Ja. Weet je wat dit? Ja. En dit wordt... Dit wordt een beetje dit zo. Nee, dat is een beetje oude lullig. Dat is de oude lullig? Ja. Oh ja. Jongens, qua tempo is dit helemaal kut hoor, jongens. Wordt het uitgezonden of niet? Iedereen is al afgehaakt. Wat raar, er staat helemaal niemand meer op het plein. Gek. Is dit, dit is misschien wel aardig. Deze heb ik zelf derde etage genoemd, omdat het zo'n liftmuziek is. Ja, heeft ook iets kerstig. Ja, is dit beter? Ik vind het oké. Ik vind het wel op zich... Wendy, je bent hier niet voor niks, want jij bent... ook nog echt verbonden met Stichting Het Vergeten Kind. Klopt. Hoe, op welke manier? Ik ben vriend van het Vergeten Kind. En dat betekent dat daar waar je kan helpen, je inspringt. Dus, en wat doe je dan? Helpen. Ja, maar en hoe doe je dat dan? Door er te zijn, zoals vandaag. Weet je, als er iets wordt opgetuigd... of er is een happy meeting of een happy recreatiedag of noem maar op. En dan kom jij, dan ben je Wendy van Dijk. En dan gaan mensen op de kinderen op de foto en dan ben je gewoon voor praten, ze aanwezig. Of helpen of doen. En nou ja, net zoals nu dan. Ik vind het fantastisch dat, dat het Vergeten Kind nu onderdeel mag zijn van Serious Request. Ja, dat vinden wij ook. Ja, daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor. Want het is toch wel heel erg belangrijk dat het wereldbekend wordt, zeg maar. En je hoort nu heel erg de verhalen van het Vergeten Kind zelf. Hè, de verhalen achter de kinderen. Ja.
die verteld worden. En ik denk dat dat behoorlijk aankomt bij iedereen. Zijn er verhalen van vergeten kinderen die jou specifiek geraakt hebben? Alle verhalen. Het is eerder zo dat ik niet wist dat dit bestond in Nederland. En dat het nog steeds gaande is. En dat het voor 100.000 kinderen geldt. En dat is altijd één kind te veel. Ja, ja, dat is absoluut zo. Ja. Ja. En nou, wat goed dat je dan daar zo aan verbindt. Want je zou kunnen zeggen, nou, ik heb het al druk gehad. Ik vind het allemaal wel prachtig. Nee, helemaal niet. Nee, dit is waar het leven om gaat, toch? Ja. Ja. Er een beetje voor elkaar zijn. En, ja. En wat me vooral raakt, denk ik ook in mijn moederhart, is dat kinderen in de basis altijd vrolijk en gelukkig zijn. En als je dat uit een kind krijgt, dan moet er wel heel veel gebeuren. En helaas gebeurt er gewoon altijd te veel. Ja, en het is misschien ook, makkelijk wil ik niet zeggen, maar je kunt met hele kleine dingen ervoor zorgen. Ja. Dat een kind vrolijk wordt. Of in ieder geval even niet denkt aan hoe het leven soms moeilijk kan zijn. Ja, inderdaad. En die lichtpuntjes zijn ontzettend belangrijk voor kinderen die het al zo zwaar hebben. Zijn hartstikke veerkrachtig. Dus ik denk dat het een hele goede zaak is dat er dat we daar veel geld voor ophalen. Als je net inschakelt, het is echt een sterrenbijeenkomst op dit moment. Dionne de Graaf en Wendy van Dijk bij het Glazen Huis. En vlakplarend verdelen ook niet uit trouwens. Hey. Nee, ik wou net zeggen. Laten we die niet vergeten. Nee, maar het is ook van de partij. Ja, maar ik ben blij dat jullie er zijn. En wat het leuk is, Wendy, je hebt ook een veiling-item op de website staan. Dat is weer iets heel anders. Ja, houden jullie een beetje van yoga? Nee. We moeten nog een keertje beginnen, maar wanneer dat gaat gebeuren... Ik vond het een heel mooi moment. Iedere keer probeer ik te beginnen. Ja, dit is wel een gemiste kans, hè? Want ik had natuurlijk in de ochtend, het is dat jullie corona hebben, maar ik had natuurlijk prima ochtend yoga kunnen... Oh nee, jij niet. Ik ben de enige, het is marginaal. Het is ongelooflijk. Dat is gewoon perspectief. Precies. Wijnand heeft vroeger zoveel, of Wijnand ook trouwens. Ja. Barend heeft vroeger zoveel gebeden dat hij nu gewoon helemaal van alles vrij is. Ja. Is helemaal... Mooi. Absoluut. Ja, mooi. Dus het glijdt van hem af. Ja, precies. Ja. Maar jongens, in de ochtend beginnen met een yogaatje. Ja, of de goed, middag afsluiten met een yogaatje. Oh. Hartstikke goed voor de body en de soul en de mind. Maar er is heel veel op geboden al, hè? Ja. Is dat zo? Gaat dat heel goed. Wat is de stand dan op dit moment? Volgens mij ergens rond de 1500 euro. Wow, 1500 euro! Ja, ja. Goed. Dat is goed. En dan mag je... En het is in Ibiza. Wat gaan we dan doen? Wat? We gaan... het is een yoga retreat in Ibiza. Het is op Ibiza? Het is op Ibiza. Mm-hmm. Nee, joh. Ja, ja. En maar dan krijg je alles erbij en ga je met jou in een vliegtuig naar Ibiza? Hoe werkt dit? Wat zeg jij? Ik heb zoveel vragen. Ga je dan met jou in het vliegtuig naar Ibiza? Zit je... Wat is de deal? Ja. Dat is de deal. Lekker zeg. Nee. Ja, 1500 euro is niks. Nee, dat zegt niks. Nee. Diefstal. Als je al een Schiphol hebt gezegd, is al op tegenwoordig. Nee, we zijn er ook nog niet. Jongens, hallo. Nee, precies. En dan kom je op Ibiza, dan pak je de koffer uit en dan? Dan staat jou een fantastische week te wachten. Met minimaal 2 keer yoga op een dag. Dat is in de ochtend zo'n 1,5 uur. In de avond zo'n 1,5 uur. Goede wandelingen, mooie wandelingen. Niet lullige wandelingen. Nee, maar echt, dat je Ibiza ziet wat je nog niet kent. Heerlijk gezond eten. Mooie meditaties. Voordrachten. Ja, het wordt fantastisch. Geweldig zeg. Geef er een groot applaus. Ze was hier, Wendy van Dijk. En blijf bieden. Ja, blijf bieden. Ja, en ik wilde nog de Vengaboys draaien, maar daar hebben we geen tijd meer voor helaas. Zie je, dat is radio ook, Dionne. Ja, dat kan. We zijn enorm uitgelopen. Je moet eens weten wat er ondertussen in mijn koptelefoon allemaal voorbij is gekomen. Heel veel. En ben dat ik bang. Is ook wat radio is. Maar leuk, nee, want we hadden net een scoop, Wendy. Dionne wil graag zich helemaal ook nog dedicated op. Heb jij ook eens die ambitie? Een beetje wel, ja. Oh. Ik moet je zeggen, nee, maar ik ben, zoals jij mij aankondigde, een podcast heb ik nu gemaakt voor Make a Wish, Leven ze Echt. En ik vond het zo chill om gewoon op die manier in gesprek te gaan. En dat is dan zonder camera, nu is het ook weer met camera. Maar dat wel, vond ik heel prettig om te ervaren. Ja, nou, dat lijkt mij... Oh ja, nee, okay, sorry. Nee, ja. We nemen het even over. Ja, we nemen het heel even over. Ja, ik doe wel langs de lijn. Ik moet zo weer beginnen. Ja, zo. Ja. Zij niet. Zij luisteren nooit naar Radio 1. Op Radio 3FM is bekendgemaakt dat Wendy van Dijk en Dionne de Graaf samen graag een radioprogramma zouden willen maken. Dat hebben ze in het Glazen Huis bekendgemaakt. En dat zou natuurlijk een hartstikke leuke ding zijn. En ze zijn waarschijnlijk volgend jaar aan met z'n tweeën op Radio 1. Geef ze een applaus, Wendy van Dijk en Dionne de Graaf. 3FM Serious Request. Vanaf zaterdagavond hoor je de meest aangevraagde platen nog een keer in de Top Serious Request. 3FM.
Vier kerst met Douglas.